In Groesbeek is de wedstrijd tegen Jong Vitesse voor aanvoerder Twan Smits en middenvelder Robin Jansen extra bijzonder. Beide heren hebben een kantoorbaan bij Vitesse en spelen dus tegen hun werkgever. De wedstrijd is nauwelijks begonnen als aanvoerder Smits met een blessure het veld afstrompelt op weg naar de kleedkamer. Het klote moment. Wat gebeurde er precies? Volgens mij wilden zij de bal wegwerken. Toen kreeg ik de bal op mijn borst. Wilde ik hem aannemen, maar hij stuitte een beetje ver van mijn borst vandaan. En toen tikte ik hem nog net met mijn linkervoet door naar Sandrino. Maar met mijn rechterknie bleef ik in het gras hangen. Waardoor ik eigenlijk in een soort van spagaat terecht kwam. En ik ben al niet de lenigste, maar de lease van mij die kon er niet aan. Ik hoop dat ik van de week wel eventjes naar het ziekenhuis kan, ja. Maar ja, eens even afwachten wat echo laat zien. Je wil gewoon niet geblesseerd raken. Maar ook nog tegen Vitesse. Ja, daar ben je dan tijdens de wedstrijd toch niet mee bezig. Dus dat zal alleen maar vervelend zijn rondom de wedstrijd heen. Maar voor de wedstrijd zelf, of we nou tegen Jong Twente of tegen Katwijk hadden gespeeld. Het was gewoon kloten. En zo moet Twan de rest van de wedstrijd vanaf de tribune toekijken. Teamgenoot en collega Robin Jansen blijft gelukkig wel in het veld. Na 90 minuten is het feest in Groesbeek. De mannen van Anton Jansen winnen met 3-2 van Jong Vitesse. Alweer de vierde overwinning op rij. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel. Ja, lekker. Vooral in de laatste paar seconden. Dus, Weer drie punten, hè? Ja. Ja, weer drie punten, ja. Ja, ik vind het wel lekker. Mag de volgende week ook wel weer. Nu zal ik een paar collega's spreken die misschien voor Vitesse waren of uiteraard voor Vitesse waren. Deze keer ben ik één keertje voor de treffers en het is wel lekker om te winnen.